Drijfveren gaat terug in de tijd. Kent u Dappere Dodo nog? Voor meniging een jeugdheld. Wij toogden naar Dokkum, waar we Jaap Brugman ontmoetten. Hij en zijn familie maakten 10 jaar lang de serie Dappere Dodo. Meneer Brugman, geef even mee. Ah, ja, Brugman. Komt u binnen? Graag gedaan. Ga doen. Oké. Daar is hij. Welkom bij Drijfveren. Ja, te gast bij de familie van Dappere Dodo, moet ik zeggen. Dank u. Ja, dat klopt. Mijn naam is Jaap Brugman. Ik ben de zoon van Bert Brugman. Bert Brugman was een toneelspeler in de jaren 20 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Die in 1924 besloot om poppenspeler te worden, om een marionettentheater op te richten. En waarom? Hij was een beetje een eenling. Hij wilde alles zelf doen. Hij wilde decors maken. Hij wilde de rollen spelen. Eigenlijk wilde hij alle rollen spelen. De verlichting maken. Liefst ook de tekst schrijven. En dat kon hij allemaal niet op het gewone toneel waar hij speelde. Onder andere onder Jan Mus. En toen begon hij een marionettentheater, zocht een aantal vrijwilligers op, muzici als een orkest. Ja. En hij gaf daar voorstellingen op de eerste op de zolderkamer van mijn opa. Ja. Die was notaris in Amsterdam, had een pand aan de Keizersgracht. En daar gaf hij zijn eerste voorstellingen. Ja. Mijn vader heeft steeds geprobeerd om aan de kost te komen. Mm-hmm. Met de poppen, met maskers spelen, handpoppen. Eerst draadte marionetten, naar de hand handpoppen, Jan Klaas en Katrijn. Maar dat was het niet, het waren andere stukken. Ja. En toen vond hij in tussen 1945 en 1950 een bewegingssysteem uit, wat een beetje afgeleid was van Wayang poppen. Okay. Met dit verschil, de kop van de pop, die zat los in het lichaam. Ja. Die kon dus draaien, wat heel natuurlijk was, want een handpop, die kan alleen maar dit doen. Ja, die komt in het lichaam. Die armpjes die komen als een soort soft en onhandjes onder de schouders vandaan. En dat, dus hij kan dit doen en kan dat. En verder kan hij niks. Nee. Maar mijn vader had dus armen die normaal geproportioneerd waren. Met gewrichten ook, met onder- en bovenarm. Mm-hmm. Handjes, houten handjes. En aan de handjes zaten baleinen, paraplu-baleinen vast. Die waren sterk, waren dun. En dan kon je die poppen bewegen. De ene hand stak je in de pop, hield je dus gestrekt boven je. Okay. En met de andere hand bewoog je de twee baleinen en dan kon je de armen bewegen. Ja, zo. En dat systeem heeft mijn vader patent opgekregen. Okay. Dat stelde hem ook in staat om heel natuurgetrouw te spelen. Ja. Onder andere opera's natuurlijk. En dat allemaal in eigen beheer. Ja. En de poppen werden ook helemaal zelf gemaakt. Ja, dat deed mijn vader. Boetseerde de koppen. Ja. Ik had een oom die was beeldhouwer, die maakte de handjes en zo. Ja. We hadden naaisters, soms van buitenaf, soms onze medewerkers. Decor maakten we zelf, alles deden we zelf. Ja. En de KRO die kwam die wouden iets gaan doen voor de jeugd? Of iets? Ja, we willen iets voor de jeugd gaan doen. En wat is er dan geschikt voor jeugd? Nou, poppentheater. Ja. Oh, zei de productieman uit Soest. Ik weet wel in Blaricum. Daar woont een man en die is katholiek, dus dat komt goed uit. Nou, dat KRO, moest, dat moest natuurlijk toen nog bij de KRO. Ja, die is katholiek en die heeft een stuk of 5, 6 kinderen. En die is wel bekend in Nederland als poppenspeler. Zo die eens vragen? Nou, zei Fred Beret Snijder, dat was toenmalig de directeur-generaal van de KRO. Ik schrijf wel een verhaaltje en vraag of hij dat kan spelen. Mm. Dus die heeft een verhaaltje geschreven over twee jongetjes, Pietje en Jantje. Ja, niet de meest originele namen. Mm. En Jantje zou jarig worden en de avond voor zijn verjaardag kon hij niet slapen van de opwinding. Want de volgende dag zou oom Jaap komen uit Amerika. En groot pret. Hij had een vriendje en dat heette Pietje. En de volgende ochtend was hij dan jarig en tralala feest en dansen en die indianendans en afgelopen. En nou, dat was het. Hmm. Maar te 11 uur besloten ze om, Jantje vonden ze toch wel een beetje... Ja, toch te eenvoudig. Pietje ook. Nee, het moest wat anders worden. Dus Fred Bretschneider die keek
in een katholiek boek, De Levens der Heiligen. En ging dat doorbladeren en kwam bij de D en kwam de naam Dodo tegen. Ja. Dat vond hij leuk, want dat allitereerde, Dodo, voor kinderen is dat wel leuk. En toen, toen zei hij, oké, Dodo, maar hij moet gewoon allerlei dingen doen. Nee, dingen doen, dat allitereert met Dodo, Dodo dingen doen. Nou, wie doet dan dappere dingen, dappere Dodo. En zo was dappere Dodo geboren. Dodo geboren. Het doe om, Harkie. Vertelt u nog eens zo'n gekke geschiedenis? Zo eentje waarbij de griezels over je rug lopen. Ja, jullie spotten maar. Als jullie wisten wat er vorig jaar hier in deze eigenste kamer gebeurd was, nou, dan zou je wel anders praten. Wat is er dan gebeurd, oom Harkie? Kwamen de zwarte katten met lange staarten uit de kachel? Nou, maar maak er maar geen grapjes mee. Als jullie wisten wat oom Harkie weet, nou, dan... Dan zitten te bibberen? Of te liggen te gillen op de grond? Toen vertelt u het nou, oom Harkie? We zullen het echt niet verder vertellen. Nou, goed dan. Als ik het goed begrijp, dan had uw vader meer met het vriendje van Dappere Dodo, Kees, dan met Dappere Dodo zelf. Ja, aanmerkelijk meer. Ja, aanmerkelijk meer. Hij is na 5 jaar gestopt. Hij had er toen genoeg van. Ja. En heeft zich na 2 jaar toch laten overhalen om ermee door te gaan. Omdat, nou, zei mijn vader, oké. En toen heeft hij nog 30 uitzendingen gemaakt. Ja, want hoeveel uitzendingen zijn er gemaakt van Dappere Dodo? Er zijn totaal 75 uitzendingen gemaakt. En in tijd van 8 jaar, mm-hmm, verspreid over 10 jaar, zoveel. En als ik het goed begrepen, was u de stem? Ja. Ja. Kunt u hem nog? Ja, dat wordt wel vaker gevraagd. Nou, we waren met 5 jongens. Ja. We moesten de stem van Dodo hebben. Ik zei al, we deden dat thuis, de opnames. Mm-hmm. En stuk voor stuk allemaal even uitproberen. Wie kan er een jongensstemmetje op zetten? Ja. Nou, toen kwam ik aan de beurten. En toen moest ik een zinnetje uit het script. Van, hey Kees, kom eens even kijken, joh. En op die manier praatte ik met een hoog stemmetje. Dat gaat nu niet meer zo helder als toen. Toen was het redelijk glashelder, ja. Maar, en nou ben ik bijna 80. Ik word dit jaar 80, dus dat kun je niet... Ja, dat zijn... Mijn vader, dat vond ik wel grappig. Mijn vader speelde op een gegeven moment de rol van opa Buiswater. Die kwam later, kwam die voor. Zeer populair bij de jeugd, opa Buiswater. Die zei ook altijd, er is nooit iets niet wat opa Buiswater niet kan. Nee. Maar die zei dat altijd zo van, er is nooit iets niet wat opa Buiswater niet kan met zo'n oude. Ja. En dan merk ik, als ik dit zo spreek, dan is dat de stem van mijn vader. Ja. In die tijd, kort daarna, kwam er een man bij mijn vader. Ja. Hij had zich van tevoren aangemeld en zei van, ik ben bezig in Amerika een poppenserie te maken. Ik wil dat maken, ik heb er ideeën over, maar ik zoek naar een goed bewegingssysteem, want we hebben dat niet. We hebben alleen die poppen en zo. Ja. En ik ben nu door Europa aan het reizen om te kijken welk systeem in Europa het meest geschikt is. En nou kom ik bij u. Ja. En toen liet mijn vader dat zien, met poppen en zo. En hij vond dat geweldig en hij had zich voorgesteld ook en hij heet Jim Henson. En dat systeem van mijn vader was gepatenteerd. Mm-hmm. Alleen in Nederland. Want wij kwamen toch niet buiten Nederland in die tijd. En toen, 2 jaar later, kwamen de Muppets op de televisie. En tot onze verbazing zagen we dat zij het systeem gebruikten wat mijn vader had bedacht. Dus de bewegingen van een Muppets, dat is met het systeem van uw vader? Helemaal, ja. Ja, grappig. Ja. Blijf ik nou nog met een vraag zitten. Waar is Dappere Dodo? Ja. Zoals alles wat oud wordt, gaat het naar het museum toe. Ja. Maar het museum is in beeld en geluid. Het heeft vroeger eerst gestaan in het televisiemuseum op de Schravenlandseweg in Hilversum. En nu staat het in beeld en geluid. Er is een speciale afdeling aan gewijd. En ik ben er 1 jaar of 3 geleden met mijn oudste broer heen geweest, want ik wilde dat wel zien. En er was inderdaad, er staan de poppen, Dodo en Kees. Mm. En de kapitein en juffrouw Vulpen en opa Buiswater staan er in een vitrine. Ja. Met wat dingetjes erbij. Het xylofoontje waarop het roetsroets, een melodietje, werd gedaan. En het meisje aan de balie, die zei ons, weet u dat er dagelijks mensen nog bij de balie komen die vragen waar Dappere Dodo staat. Ja, toch is het heel bepalend geweest voor de televisiegeschiedenis, hè, Dappere Dodo. Ja, het is een icoon, hè. Het was het allereerste. En als ik het nu zie, dan schaam ik me rot als ik het zie, hoor. Maar toen, het was zo bijzonder.
Maar dat wisten wij niet. Nee. Wij deden gewoon ons werk. Wij speelden dat. Wij merkten niets van de rage. Nee. Maar er waren toch een paar dingen. Ten eerste, de tweede uitzending, zei tante Hanny, die altijd zo afscheid nam. Zei tante Hanny, als jullie het leuk vinden en je schrijft een kaartje, dan krijg jij van ons een fietsvlaggetje. Oké. Nou, en toen kwam, de volgende dag kwamen de eerste briefjes binnen. En de regisseur had tegen tante Hanny gezegd, hoe kun je dat nou doen? Nou, zei ze, zoveel zullen het er niet zijn. Nou, wat denk je nou, 100, 200? Nou ja, oké, ja, je hebt het beloofd, dus die moeten we ze maken. Na een week waren er ruim 15.000 aanvragen aan te slepen. Dat doen we dus nooit meer. Het was eigenlijk de eerste commercial. Ja. En toen, naderhand, veel later, dacht ik, eigenlijk was ik de eerste popster. Ja, ja, inderdaad. Ja, want poppen blijven populair in televisies. Want we hebben Sesamstraat. Hebben we, ja, dus poppenseries zijn nog altijd van deze tijd. Populair. Populair. Ja, toch? Ja, ja, dat is waar. Poppen spelen tot de verbeelding om de kinderen, dat, die kunnen daar dat aanvullen met de tekortkomingen van de poppen.